Je straalt. Ik straal helemaal. Dit is voor mij een droom. En het was al een droom om hier te staan, want ik ben hier nog nooit geweest. Omdat een kaartje gewoon redelijk duur is. En dus ik vond het al een droom om in het publiek te staan. Om al die namen te zien waar ik naar opkijk. En dan mijn eerste keer North Sea Jazz is dan ook op het podium. Wat is mooier dan dat? Bizar, eigenlijk. Zeker, ja. Zeker. Je bent hier gewoon ook gaan genieten van de rest natuurlijk. Maar ja, ik ben zwaar aan het genieten. Ja? Ja. En waar ga je dan voor? Dan ben ik ga nieuw. Voor Anderson .Paak. Ik ga dadelijk ook Hiatus Coyote checken. Hartstikke. Dus ja, toch? Ja. Maar dit was jouw feest. Ja. Je, vooraf heb je natuurlijk verwachtingen of wat dan ook. Ja. Is dat een beetje uitgekomen? Weet je wat voor mij het ding is? Ik heb altijd North Sea Jazz op tv gekeken. En een ding wat mij altijd opviel, is dat mensen wel in hun handen klappen. Je hebt altijd een enkel die een beetje swingt. Maar het is redelijk toeschouwend publiek. Dus het genieten zit hem in de blikken en in de aandacht. En dus dat is wat ik verwachtte eigenlijk. En mensen waren massaal aan het springen vandaag. Dus dat is voor mij, dat is heerlijk. Dat is echt heerlijk om te zien. En wat wil je nog meer dan dat, toch? Dat was een persoonlijke missie ook een beetje natuurlijk. Ja. Tuurlijk. Ik ben wel een feestganger. Ik vind dat een boodschap en een beetje feest, een beetje entertainen, dat hand in hand moet gaan, weet je wel. En dat is, dat is mooi gegaan vandaag. Ja, zonder meer. Maar jij bent natuurlijk een man, je bent een kritische man en terecht en al dat soort dingen. Maar je neemt deze gelegenheid ook echt te baat om wat te zeggen van jongens, nadruk op negativiteit en zo. We hebben een boel om te vieren. Dat merk ik vandaag. Dat wilde je ook zeggen. Ja, zeker. Zeker, voor mij, ik denk ook dat als artiest ook mijn rol is, weet je wel. Ik zou niet tevreden zijn als ik een stem had en hem niet zou gebruiken, weet je wel. Maar ik wil ook niet weer die preker zijn of zo. Dus dat moet voor mij wel hand in hand gaan met entertaining en entertainment. En dat is altijd een beetje zoeken, toch? Maar je voelt wel die verantwoordelijkheid. Zeker, ja. Ja. Nu is, hoe je het bent of verkeerd, kennelijk voor artiesten, North Sea Jazz is een soort ding. Dat doet een ander beroep op je op een of andere manier. Heb jij dat ook zo ervaren? Mm-hmm. En hoe ga je ermee om? Ik moet nog beseffen hoe ik ermee om moet gaan of omga. Want ik kan niet eens. Ik moet er nog even bij stilstaan dat ik vijf minuten geleden daar op het podium stond. Maar het is wel echt een ding, ja. Ik heb het ook zo ervaren. North Sea Jazz is wel altijd iets wat je vertelt als artiest en vooral als rapper. Van je kan niet alleen maar leuk rijmen. Je bent een muzikant die dat toedoet voor mensen. En dat is het hoogste haalbare voor velen. Ja. Dat maakt dit festival dus los. Ja, zeker. Ja. En daardoor denk jij waarschijnlijk ook, ik ga iets anders doen. Bijvoorbeeld, er gaan blazers bij. Ja, die blazers, jongen. Wauw, die blazers. Ik had af en toe dat ik bijna mijn tekst vergat. Omdat ineens hoor je zo'n mooie bodem onder je van die blazers. En we hebben natuurlijk flink gerepeteerd met z'n allen. Maar als je dan zo helemaal crispy in de mix hoort daar, man. Dat is toch heerlijk. Dat smaakt naar meer. Ja, zeker, zeker. Ja. Nou, zeg wat je wil, maar de respons is ook gigantisch natuurlijk. Ja. Ja, ik moet het nog steeds beseffen. Ik zag allemaal camera's en zo, dus het is zeker, op beeld. En ik ga dadelijk flink googlen kijken waar ik het terecht kan vinden. Oké, man. Ik ga jou bedanken voor een te gek optreden. Jij bedankt. Wou je nog iets kwijt? North Sea Jazz, love you.